Ik verwacht veel panna's, veel acties van Rafa Ayoub. Kijken of hij nog zo kan balen als vroeger. Ik heb druk gelijk op je gezet, hè? Het feit dat ze ook Rotterdammers zijn, spelen ze voor het Nederlands elftal zaalvoetbalteam. Boys, ik heb met bondscoach gesproken. Wedstrijd tegen Street Captain, zijn jullie ready? Hij winnen van iedereen. De Ayoub weet wat daar is. Yes! De FC Straat League van 18 plus is terug! We worden gek gemaakt door teams uit heel Nederland en zelfs uit België om het tegen deze mannen op te nemen. De Street Captains, zij zijn de enigen die het recht hebben om deze bling bling exclusieve aanvoerdersbanden te dragen. En voor het geval je het niet wist hoe goed ze zijn, check dit. Deze grote mannen uit Rotterdam-West zijn al 5 wedstrijden ongeslagen. Undefeated. En daarom heb ik nu gezorgd voor een kwalificatieronde. Ik heb 4 teams uitgenodigd die tegen elkaar gaan opnemen. En de uiteindelijke winnaar van deze mini-toernooi mag het opnemen tegen de Street Captains. In de eerste wedstrijd speelde Team Hoorn in het roze en Team Gouda in het groen. En om eerlijk te zijn was deze wedstrijd wel een walk in the park. Want het was al binnen 22 minuten beslist. Gouda domineerde deze wedstrijd en won terecht met 5-0. In de tweede wedstrijd speelde Team Arnhem in het oranje tegen Team Den Haag in het geel. Het was even spannend, maar de mannen uit Den Haag waren toch een maatje te groot. Met ook nog eens mooie acties en mooie goals. Eindstand 5-3 voor Team Den Haag. De winnaar van deze wedstrijd gaat het opnemen tegen de Street Captains. Gouda versus Den Haag. Kijk eens. Samba bal. Oeh, oh, was een gekke beweging. En hij heeft hem nog. Joët. Oh, mooi gedaan, hè. Building. Wat is jouw boodschap aan de Street Captains? Ja, jullie moeten uitkijken, man. We komen eraan. Welkom bij de FC Straat League, oftewel de grote helden van de kleine velden. Dit zijn de ruwe diamanten, ze maken je para aan alle kanten. De uitdagers komen uit Den Haag. En de ruwe diamanten op dit moment zijn de Street Captains. Ze komen uit Rotterdam-West. Hamza, lang de tijd gehad om jezelf voor te bereiden. Wat hebben jullie gedaan om zo goed mogelijk vandaag hier voor de dag te komen? We hebben sowieso doorgetraind, man, dus we zijn ready, man. Wat betekent doortrainen? Is dat elke dag? Ja, we zijn nog vaak genoeg te vinden op het veldje in Den Haag. En je speelt tegen familie? Ja, tegen mijn neefje. Ja, wie is jouw neefje? Eyoub Boukari. Ja, ik weet het wel, maar het is even belangrijk. Ja. Dus jij kent hem goed? Ja. Dus jij gaat hem ook stoppen? Zien we zo wel. We spelen tot de 10, hoe lang hebben jullie nodig? Ik durf geen tijd te zeggen. De jongens zijn ook gewoon lekker goed voorbereid. We hebben gekeken, ze zijn gewoon goede tegenstanders, we zien het wel. Rendo, de Rosario, je bent warm. Gretig. Alco, is het 40 graden, je draagt trui. Trui, ja. Ja, moet doen. Is er nog iets wat we moeten weten van jullie? Koen Situn is op Situn vakantie. Maar we hebben een goede keeper bij ons, Barthez. Hey, luister, hij is legend. Ik ken hem al van vroeger. Hè? Je kent Barthez? Ja, ze noemen hem niet zomaar Barthez. Nee, maar Barthez is een super legend. Hij is een legend van wedstrijd. Dus je gaat het zo zien, man. Hij gaat vliegen, alle kanten. Oké, man. Laten we niet veel gaan praten. Laten we gewoon gaan beginnen. Het wordt een prachtige wedstrijd. Zonnetje begint te schijnen. Er is ook nog eens publiek op de achtergrond. Wat willen we nog meer? We gaan pitspoten om te bepalen wie de bal krijgt. Schat ligt onder. Hussein tegen Karam. Dat betekent dat de Street Captains de bal krijgen. Luister, ben je al lid van FC Straat, de grootste voetbalclub van Nederland? Zorg ervoor dat alle pleintjes vol zijn. Zorg ervoor dat je getraind hier komt. Je kan niet zomaar de Street Captains worden. Trouwens, we spelen met de scheidsrechter. Maar het is de bedoeling dat jullie zoveel mogelijk onderling oplossen. Zoals we dat op de straten gewend zijn. Groet elkaar. Show some love. En we hebben een special guest. Noah Lang is speciaal hier naartoe gekomen voor deze wedstrijd. Ik sta hier met de one and only, de man die aan het shinen is, Noah Lang. En hij heeft speciaal voor FC Straat een nieuwe rap gemaakt. Hoe gaat hij? Ik weet niet hoe gaat het met jou, hoe gaat die rap die je hebt gemaakt? Die pokken voor FC Straat? Ja. Die gaan we nog laten horen. Nee, grapje. Hé, man, wat verwacht je vandaag? Je kent vooral volgens mij het team uit West, Rotterdam-West. Ja, ik verwacht veel panna's, veel acties. Maar Rafa Ayoub? Kijken of hij nog zo kan balen als vroeger. Ik heb druk gelijk op je gezet, hè? Ik zet gelijk druk op jou, hè? Ik verwacht zoveel van de tegenstanders. Ze zien er gefocust uit. Ga genieten vandaag, man. Hoe belangrijk was straatvoetbal voor jou? Natuurlijk, vaak op pleintjes gespeeld met Ayoub. Ik was eigenlijk voornamelijk op de club, man. Dus ik had niet veel tijd om buiten te voetballen, maar ik kan het wel, weet je toch? Ja, toch? Je bent weg van de straat, maar de straat gaat niet uit, joh. Begrijp je? Nee, ik zou zo kunnen meedraaien vandaag. Naar welke club moet ik je brengen? Ik heb contact met alle clubs, man. Breng me naar deze. Gewoon de FC Straat. Ja, toch? Thanks, Noah, voor de love dat hij helemaal hier is gekomen.
om dit te supporten. Deze culture, FC Straat, wordt gratis lid van de grootste voetbalclub van Nederland. Je hebt geen contributie die je moet betalen. Er zijn zoveel pleintjes. Het enige wat je moet doen is gewoon teams verzamelen en spelen tegen elkaar. En binnenkort nodig we je uit voor een toernooi, zodat jij een ticket kan verdienen om de street captains uit te dagen. Je kent deze lijn helemaal uit je hoofd, hè? Allee zeg, dat is helemaal uit België, hè? Daar, daar kijk je zo ook, hè? Ja, ik weet. Ja, die bus van mijn team kennen je allemaal, hè? Wat, hè? We moeten even snel gaan brengen dan. Ja, ja toch? Gaan ze brengen dan. Maar ik weet niet of ze aankunnen. Hey boys, come on, hè. We hebben vaak genoeg tegen hen gespeeld. We komen ze tegen op het veld, op in de zaal, alles. We weten hoe ze spelen, dus we zijn ready. Ja? We weten alles van ze. Ejoep gaat naar binnen. Ja. Zaka zoekt die tweede paal, dus ze weten. Haal Zaka zijn linkerbeen eruit, Ejoep zijn rechterbeen. Gaan we lekker voetballen. Ja. Volle bak hoog druk. Ja. Ze zijn snel, ze zijn rap. Ja. Ze kunnen gewoon voetballen. Ja. Ze zitten gewoon in de familie. Ja. Dat is één ding wat zeker is. Ja. Maar we moeten ze niet onderschatten. Gewoon volle bak. Oké, okay, let's go. Volle bak hoeven we altijd gewoon doen. Ja, we hebben boys. Knallen boys. Let's go, man. Drie, twee, één. We zijn begonnen. Hussein, Zaka, Eyo Bukhari tegenover Shibi. Eyo begint gelijk te dreigen. Zaka Amrani. Zaka Amrani met zijn heen. Oh, jammer. Zaka stuurt Eyo door. Bartes. Bartes, hij gaat gewoon schieten. Oh, redding van Mo. Oh, slim gespeeld. In-out, wat een loopactie van Eyoop en Zaka, die begrijpen elkaar precies. Oké, okay, handen thuis, handen thuis. Oh, slim gedaan, door de benen, naast. Hoi, gevaarlijk van die keeper. Ja, goed gedaan door Eyoop. Hussein. Dat is een Arni Bukhari. Yes. Ai, 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 ai. Eyoop stond helemaal vrij. Hamza. Bartes met de redding. Mooie bal, mooie bal, mooie bal. Mooie bal, mooie bal. Mijn naam is Erdo de O. Ik ben vandaag bij Touzani. Skaska! Het is Zaka Amrani. Hussein met het schot. Redding van Karam. Ik ben vandaag die gast toch, papa? Eyoop tegenover Hamza, zijn eigen. Wat gaat hij doen naar binnen? En dan. Oh, Karam die hem tegenhoudt. Mooie actie, Karam. Dat kan niet. Rendo roept, hij kan niet. Mootje ingespeeld. Ah, jammer. Eyoop. Eyoop, let op die lijn. Bartes gaat schieten. Redding. Eyoop. Oh! Ai, 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 ai. Wat een mooie redding. Wow. Wat een dubbele redding. Wat een mooie actie. Zaka tegenover Hamza. Hij dreigt. En hij schiet. Gespeeld. Oh! Mooie bal, mooie bal. 1-0. Hamza wordt onder druk gezet door Hussein. Goed gespeeld, Shibi. Oh, mooie techniek met een schot! Jammer. Dat is mijn brother Shibi, ik zou naar Shibi. Hij komt uit Spanje, je weet zelf, I love you. Goed gespeeld, Eyoop. Eyoop Bukhari. Dreigen. Standaard dreigen wat hij zo goed kan. Zaka wordt onder druk gezet door Hamza. Goed gespeeld! Doorspelen! Nee, oei, oei, oei. Was voordeel, hè? Wow. Oh, gekke. Ai. Oké, bal bij Bartes. Karam gooide wel een gekke actie, eerlijk. Yeah, lala, boys. Oh, hangen. 2-0. Wow. Ai. Ik heb mijn trommels. Dat is nauw, man, bro. Rendo, gaat schieten! Hey. Zijn aanname moest al daar. Mootje speelt hem rustig in. Shibi, de man met de mooie skills. Hey. Maar Zaka ziet het. Eyoop. Plaatsen. Nee, 3 toch? 2-1. Twee. Bartes op de paal. Als je naar Soufiane Sharawi, I love you. Dit is gewoon zwaar, hè? Dit. Shibi, hij werkt bij Albeda. Hey, Shibi? Ja. Serieus? Waarom lach je? Is toch mooi? Hij is meester. Waarom dacht je zo lachen, man? Ja, broer. Oh! Rendo door Rosario. 3-0. We krijgen timeout. Oh, luister. Je moet nu
één op één. Ja, gewoon kort. Iedereen één op één op de man. Simpel. Je hebt geen rugdekje, je hebt niks. Je pakt alles gewoon. Klaar. Maar nu is het ook je tweede bal. Ben je dus, te laat. Dus luister. We spelen één op één. Eén op één. Iedereen moet gewoon zijn eigen man pakken. Klaar. Klaar. Als je loslaat, je eigen probleem. En we moeten vooruit drukken. 3-0 voor. Dan kunnen we gewoon rustig uitspelen. Ja, niks aan. Lekker. Als je boys, nul kost, nul tegen kost. Ik wil vandaag nul. Boys, als ik die bal heb, ik kan schieten. Mag je met die ruimte om te schieten? 3, 2, 1, we gaan verder. Virgil wegdraaien, schieten. Oh, 3-1. Nog één goal krijgen we shootouts. Slim gedaan door Zaka, maar ook goed uitgespeeld. Virgil inspelen, Karam. Oh. Het wordt een beetje heet onder de Rotterdammers. Hey, gevaarlijk wat Zaka doet. Shibi, Virgil, redding Barthez. Ik was serieus hoor. Waarom? Oeh. Hij had al kunnen schieten. Shibi met het schot. Redding van Barthez. Virgil, mooie hak, gaat toch schieten. Oh, mooie redding van Barthez. Karam. Het zijn neef, hè? Ja, hebben we al 8 keer gezegd. Oh, sorry. Shit! Eyoub is terug. En maakt het af. Het was een belangrijke doelpunt. 4-1. Het is een mentale tik. Nu krijgen we shootouts. 15 seconden tijd. Wie gaat het worden? Karam aan de bal. 3, 2, 1, go. Karam, hij gaat hem gelijk uithalen. Bam. Ja. Belangrijk moment. 4-2. Wordt het 5-2. 3, 2, 1, go. Ja, hij heeft nog tijd. Hij heeft nog tijd. Nog 5 seconden. Oh. Wisselen van helft. Rocco is een tori dit, hè? Ja. 4-2 is mentaal. Ja, is mentaal. Alles is mogelijk. Weet hoe vaak je hebt geklaard? Ja. Nee, zomaar zeg ik dat. Hij lag zomaar, hè? Waarom lag je dan? Je lag ook zomaar. Hey. Hey, daar moet je vastpakken. Eyoub Boukari tegenover zijn Niffo Karam. Niks. Niks aan de hand. Niks aan de hand, man. Oh, goed gespeeld. Oh. Wordt fel gespeeld, maar wel fair. Dat is hoe het hoort. Het is mannenvoetbal. Wat denk je, Rocco? Eerlijk, wat gaat het worden? Gewoon zeg even wat het gaat worden, eerlijk. Ik voel dat het 9-9 en dan 10-10. Dan weet ik het niet. Camera's daar. Oh. Ik ben mooi, hè? Oh, mooie loopactie. Het kan een lange, lange pot worden. Oké, uit. Je weet niet wie er gaat winnen, eerlijk is eerlijk. Hussein, houd de rust. Rendel. Oh, wordt onder druk gezet. Klasse, Hamza. Oh, wat een redding van Mo! Die moet zitten. Eyoub Boukari tegenover Hamza. Dit is goed. Dit is. Oh! Ik mag niet eten. Zo hoog, ik krijg hoogtevrees. Het is geen Euromassa, is die van Dubai, die hoge. Hele hoog. Oh, netjes gedaan. Netjes gedaan. Belangrijke goal. Belangrijke goal, 5-2. Shibi. Kijk eens, mooie techniek. Hij glijdt met die bal. Eyoub, ai, jammer. Oei.
Eyoub. De Eyoub Boukari begint langzaam warm te worden. Hij is een diesel vandaag. Ja, hij kan nog, hij kan nog. Ja, oei, gevaarlijk. Oh! Yo, gevaarlijk. Had gewoon gekund, hè. Eyoub tegenover Hamza. Het is een mooie battle vandaag. Hamza staat heel groot. En hij lacht met zijn eigen neef. Dit is family love. En kijk eens. Oei, 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 oei. Hussein, stille kracht. Oei, dit is Eyoub op zijn best. 6-2, maar ze zijn er nog niet. Alles is mogelijk in FC staat. Ik blijf het in elke aflevering weer zeggen. Goed gespeeld. Oké. Gezien. Oh. 7-2. We krijgen time-out. Time-out, boys. Dus herken, hoe is Eyoub? Ik moet elke keer schreeuwen. Als er kort op jullie verdedigd wordt, neem gewoon geen risico. Bij Barthes gewoon opkomen. Klaar, heel simpel. Hebben we die hoofdpijn niet? Ja. Daar vechten met die bal voor de goal. Ja, is nog glad ook. Waar die gewoon gaan, boys. Boys, hou die focus erbij, ja? Kom maar, we doen het goed. Een mooie wisselen, boys. Man, je bent verantwoordelijk voor je eigen man. Simpel, dan kan je ook niet naar elkaar toe kijken. Dit zijn niet zomaar mannen. Los van het feit dat ze ook Rotterdammers zijn, spelen ze voor het Nederlands elftal zaalvoetbalteam. We hebben zelfs record internationals Jamal El-Ghanouti hier. We hebben giftige Karim Moussaoui, net een slang met een mooie techniek. We hebben Soufiane Sharawi, hij is de lizard. En we hebben de stille kracht. Deze man heeft een gekke linkerbeen. Boys, ik heb met bondscoach gesproken. Wedstrijd tegen Street Captain. Zijn jullie ready? Ja, zeker. We zijn er klaar voor. Dat is los van die straatleague. Jullie gaan sowieso nog met straatleague meedoen, maar gewoon als Nederlands elftal zaal, net voor die EK. Tegen de Street Captains. Ja, leuk zijn, tuurlijk man. Altijd. We gaan ze klaren toch? Jongens aan het spelen. Altijd, Eyoub weet wat daar is. Hij weet dat jullie ze gaan klaren. Wij winnen van iedereen. Ja? Ja, wij winnen van iedereen. Kijk, nu moet die wedstrijd gewoon gaan plaatsvinden. Ik heb trouwens niet met Bonskeus gesproken, maar bij deze is het gefixt. Hey, Hamza wil Akka in de lucht gooien. Goed gespeeld, Shimi. Oh, jongen. Wordt dubbel beveiligd. Maar Zaka ziet ook Eyoub staan. Keeper ligt op de grond. Zaka tegenover Shibi. Yo, oh, oh, boys, pas op voor elkaar. Pas op. Zaka gaat die. Goed, pas op voor elkaar, boys. Hey, redding van Mo. Rendo Doras Hario. Virgil zet druk op Eyoub, maar Eyoub weet wat hij doet. Goed gespeeld. Barthes heeft al een paar keer goed geschoten. Goed gespeeld! Oh! 8-2, we krijgen shootouts. Het gaat nu opeens heel erg snel, maar ik blijf het zeggen, alles is mogelijk. Krijgen ze tegengoal, is toch mentaal. 15 seconden de tijd. 3, 2, 1, go! Hamza houdt ze rust. Hij heeft alle tijd. Ai, dit is zonde. Dit is zonde. Yes, hey, je bent speciaal voor Koen gekomen, hè? Ja, okay. Deze bal doe ik voor jou, Koen. Dat is love, man. Je krijgt 15 seconden de tijd. Go. Oh, de keeper glijdt uit. Barry. Ah! Boys, even wachten, man. We hebben Mourinho. Mourinho, wat zei je net? Bij 9 moeten jullie jullie joker inzetten. Goed gezegd, man. Goeie coach, man. Ja, normaal heb je bij straatvoetbal geen coach, maar nu is het publiek gewoon coach. Weet toch? Dit is Mourinho, kleine Mourinho. Goeie redding van Barthes. Oh, gek gespeeld. Rendo, pas op dat. Hij is glad. Super glad. Shibi, kijk eens. Hij daagt zijn tegenstander uit. Hussein wil van niks weten. Goed gespeeld. Oh, Barthes. Hussein tegenover Hamza. Ai. Het wordt steeds gladder. Het is goed gespeeld. Oh! 8-3.
Mootje, Hamza. Eyoub heeft zin om weer te gaan spelen. Mootje! Oh! Bartes. Brendo. Oh! Scherp van Bartes. Goeie redding van Bartes weer. Ze zetten geen joker in, dus 9-3. Oké, spelen. Shibi tegenover Eyoub. Keeper kap. Oh, oh, oh. Oh, netjes gedaan. Mooie actie, ik zeg eerlijk, die zie je niet vaak. Oh, mooie beweging. Het is Rendo's beweging. Voor even gaat je ziel weg. Eén goal en het is klaar. Bartes met de winnende voor Koen Zitoen. Oh, 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 oh. Shootout, jullie krijgen shootout. Ja, sorry. Oké, 3, 2, 1, go. Oké, gerechtigheid, gerechtigheid. 9-4. Hamza. Pak hem af, Karam. Netjes man, wat een stip nog. Nee, 4 en het is klaar. 10-4, einde wedstrijd. Kom maar. Einde wedstrijd. Uit. Hey Noah, gewoon eerlijk hè. Als jij zeg maar een team van Club Brugge maakt, die gaat niet harder tegen Street Captains. Jij misschien wel, man. Straat zijn ze hoog niveau, maar ik durf te wedden. Als ik echt met een serieus team kom, zou het dus moeilijk maken. Heb je genoten? Ja, ik heb genoten, man. Zeker genoten, man. Ja, wat vond je mooi? Alles, vooral die laatste Bartes. Gek keeper, man. Thanks dat je er was, man. Ja, echt. Bedankt. Vond het leuk, je toch? Kostbaar. Hey, tijd is je kostbaarste bezit. Ik kan wel, weet ik veel, met de gekste bedragen komen, maar tijd kan niemand kopen. En hij was hier. Dankjewel, man. Geen probleem, man. Love, bedankt, man. Allah zinnen. Ja, toch? Love, love, love. Kijk, één ding is zeker. Een Bukhari heeft vandaag sowieso gewonnen. Maar helaas niet de juiste. Wat ging er fout? Ja, we hadden niet echt... We stonden niet echt goed. Maar fouten kunnen we allemaal maken. En we zijn het Bukhari gewoon op Sahto. Ja. Hamza, ja. Ja, wat wil je er nog aan toevoegen? Ja. Je bent zo'n positieve jongen. Ja, als je 10 of verlies, ben je nog steeds blij? Nee, zeker. Ik ben ook blij dat we kunnen voetballen. Een leuke potje van gemaakt. Zoals mijn neefje altijd zegt, giffentjes. Ja. Zat aan beide kanten. We hebben lekker veel gevoetbald, maar wel met respect. En dat is het allerbelangrijkste. Ja, maar ik zeg eerlijk, jullie waren los van een waardige tegenstander. Ik denk dat het een beetje vertekend is, de uitslag. Ook echt een nette team. Heel vaak zelf oplossen. Chibi. Vandaag heb ik wat minder skills gezien. Ja, was glad, man. Het was glad, ik moest wennen aan het veld. Ja, maar het was een mooie wedstrijd. Ze zijn op elkaar ingespeeld, je ziet het. Love naar Den Haag, man. Sowieso gaan ze sterker terugkomen. Heel veel love. Shukran naar Dredd. Bartes, ik ga eerlijk zeggen, als jij er vandaag niet was, hadden ze verloren. Nou, dat denk ik niet. We hebben het samen gedaan. Ik heb veel ballen gepakt. Oh, sinds wanneer doe je politiek dingetjes? Ja. Ja. Nee, ik heb wel veel ballen gepakt. Ja. Ja. Echt veel ballen. Ja, ik heb mijn best gedaan. Dat was een waardige vervanger voor Koen Zitoen. Ja, zeker weten. Stille kracht was vandaag weer een stille kracht. Hij gooit weer een paar belangrijke goals. Ja, nodig toch, af en toe. Maar niet elke wedstrijd nul keer scoren, toch? Het was echt Eyoub heeft giffentjes. Nee, je hebt gif. Ja, maar het was ook een beetje glad, dus ik gleed uit. Dus daardoor leek het alsof ik nog meer giffentjes had. Rendo, ik ga je eerlijk zeggen, ik vond het iets minder de wedstrijd vandaag van jou. Mag ik dat zeggen? Tuurlijk mag ik dat zeggen. Maar je gooide wel één keer bij Hamza, zijn ziel ging even weg. Ja, ja. Ik moet eerlijk zijn, het was wel heel glad. We hebben uiteindelijk wel gewoon een matige, niet matig, gewoon goed wedstrijd gespeeld. En dit was voor Koen Zitoen. Ja, brothers, jullie hebben genoeg geshined op het veld. Ik ga jullie niet eens het woord geven. Ze waren weer aan vandaag. Zaka en Eyoub, niet te stoppen. Niet te stoppen. En ik heb alvast gezegd, misschien gaan we binnenkort wat tegen het Nederlands elftal spelen. Hoe vet is dat? Abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. Klik daar om de laatste video te zien. En klik daar om gratis lid te worden van FC Straat.